Goedemiddag, ik ben hier bij de familie Kampen in Voorst. Er is nog een huis in aanbouw, zo te zien. Iemand thuis? Ik heb begrepen dat deze familie actief meedoet aan de actieweek Waterkracht. Eens even kijken. Goedendag. Hoi. Hallo. Wie zit hier nu? Kijk eens aan. Hallo. Dag. Ja, hier wonen wij tijdelijk in deze prachtige caravan. Ja, wij zijn bezig ons huis te bouwen. Dit is jullie huis? Ja, dit is ons nieuwe stulpje. Wel leuk, hè? En hoe is dat met z'n drieën in een staarcaravan? Nou, het is eigenlijk met z'n vijven. Het is een beetje druk, maar het is wel prima, hoor. Ja? Ja. Nou, wat leuk. Zullen we even een rondje lopen? Ja, prima. Ja? Christel, hoe vind jij het om hier 's nachts naar de wc te moeten? Dan moet je dan ook naar buiten? Nu hebben we wel een wc in de caravan, maar dat was eerst niet zo. Dan moesten we eerst de waterleiding zelf aanleggen. En dat was nog eigenlijk wel lastig. En dan merk je wel hoeveel je mist als er geen water is. Kijk dan. Kijk eens hier. Oh, dat krijg jij. Dat vindt hij lekker. Lekker toch? Een beetje water. Zit je ook in de caravan? Oh, hij eet hem op. Mag ik eens even binnenkijken hoe het er naartoe gaat? Nou, dit is nog best wel ruim. Ja, toch? Normaal gesproken dan krijgen de gasten natuurlijk wat aangeboden, maar ik heb zelf mijn water meegenomen. Jullie drinken alleen maar water, dus dat zit goed, denk ik. Ja, klopt. En op welk moment is dat het moeilijkst? Alleen 's ochtends als mijn glaasje melk mis ik wel. Ja, glaasje melk, hè? Ja. Hallo. Hey. Hey daar. Hey. Nou, kijk eens aan, gezellig. Hey Peter, wij kijken hier naar een grote poster van Nepal. Ja, dat is de plek waar wij gewoond en gewerkt hebben voor een aantal jaar. In een plattelandsontwikkelingsprogramma. Dus met het programma gingen wij samen met de boeren en de bosdienst aan de slag om te kijken hoe kon je het dan zo beheren. Dat je wel het bos bewaart, maar ook het hout eruit kan halen op een duurzame manier. En dat was ook belangrijk voor de watervoorziening, omdat als die hellingen helemaal kaal zijn, krijg je heel veel erosie. Komt de regen naar beneden en dan stroomt het water in één keer naar beneden. Ik werkte aan onderwijsprogramma's. Op een gegeven moment kwam ik bij een meisje van een jaar of 10. En die zei, ga jij ook naar school? Nee, natuurlijk ga ik niet naar school. Dan mag dat dan niet. Nou, ga maar naar mijn vader vragen. Dus. En die man zei, dat kan echt niet. Want de taak van dat meisje, mijn kind was 10 jaar, was het water halen voor hun koe. Een waterbuffel hadden ze. Maar die koe moest gewoon in leven blijven. Ja. Om dat gezin te kunnen voeden. Voor de melk. Het is echt ongelooflijk. Want de levensverwachting van vrouwen was toen 37 jaar. En de helft van de kinderen tot 5 jaar, 50%, die haalt het gewoon niet. Door slechte hygiënische omstandigheden. Zo. Geen schoon drinkwater. En hebben jullie daar iets aan kunnen doen? De meer technische kant van het programma. En daar waren dan veel van de lokale Nepalese collega's. Die werkten dan met ons samen in zo'n programma. En die maakten bijvoorbeeld irrigatiesystemen. Zodat het waterbeheer beter werd. Maar ook drinkwatersystemen. Dat water hoger uit de bergen kwam en niet van laag waar de koeien nog liepen. Ja. Dus dat werd ook allemaal geïnvesteerd. En dan naast dus de technische kant ook de kenniskant en bewustwording van hoe ga je dan om met bepaalde dingen. Ja. Alle goeds hier, jullie nog sterkte in de caravan en veel plezier in jullie nieuwe huis. Ja, dank jullie wel. Ja. Ja. Zo. Nou, dat was heel gezellig, jongens. Nou, hoop ik natuurlijk dat jullie al gedoneerd hebben. Heb je dat niet? Voor €17,50 geef je iemand een leven lang toegang tot schoon drinkwater. Dus ga nog eventjes naar doorkast.nl/doneervoorwater. €17,50. Kleine moeite toch? Tot ziens.